Mevrouw Vermeer is geopereerd en hoopt dat ze snel naar huis mag. Mevrouw Vermeer mag morgen met ontslag. Daarvoor moeten nog wel veel zaken geregeld worden, zoals: waar gaat mevrouw naartoe? Wie neemt de zorg over? Klopt de medicatie? Zijn de afspraken voor controles gemaakt? Alle zorgverleners die bij het ontslag betrokken zijn, gaan aan de slag. Dit is een complex proces. Alles moet op elkaar aansluiten om ervoor te zorgen dat de zorg na ontslag gecontinueerd wordt. En bovendien, mevrouw Vermeer moet heel goed voorgelicht worden. De dag van het ontslag is aangebroken. Het is vervelend als op de dag van ontslag blijkt dat er elementen voor een soepele overdracht missen, zoals een ontslagbrief, een medicatieoverdracht of een bevestiging van de thuiszorg. Met de tip gaan we hier verandering in brengen. De tip is een stappenplan. Dat helpt bij een tijdig en complete overdracht van patiëntinformatie. Binnen 48 uur na opname bepalen we een ontslagdatum en bespreken we die met de patiënt. Zo nodig wordt aanvullende nazorg meteen aangevraagd. Ook wordt gestart met een ontslagbrief, de medicatie- en verpleegkundige overdracht. Bij de tip voeren we een helder ontslaggesprek, waarbij we gebruik maken van een checklist. Met als resultaat. De patiënt zelf is goed geïnformeerd. De opvolgende zorgverleners weten binnen 24 uur na ontslag wat ze moeten doen. Het ziekenhuis levert veilige en kwalitatief betere zorg. Met minder verspilling van ieders tijd en geld.